Hallo allemaal, welkom terug op mijn kanaal. In deze video zal ik jullie wijzen hoe ik deze look heb gecreëerd. Het is echt een basic everyday look, maar door mijn pruik lijkt het een beetje fancier dan het echt is, maar het is echt makkelijk. Foundation, ik gebruik twee foundations. Ik heb die Makeup and MAC foundation en een NYX. Die NYX is goedkoper en eigenlijk ook beter hoor. Dus eigenlijk kan je gewoon, als je eentje wil kopen, ik suggesteer dat je eerder deze koopt. Niet te veel hoor, niet te veel plak visie dingen hoor. Weet je? Je moet niet te plak zijn. Ik denk dat dit genoeg is. Ik heb niet alles gebruikt. Je moet niet te veel zetten. Al heb je ook vlekken, mensen. Of beusjes. Gebruik niet te veel foundation. Hè? Je gaat echt plak zien. Dus dit is het type borstel die ik gebruik voor mijn foundation. Echt lichte hand. Voordat ik make-up deed, zette ik echt veel. Mensen, mijn video's zijn allemaal niet te lang, mensen. Vroeger zette ik echt veel, maar nu heb ik geleerd van less is echt meer. Al heb je ook vlekken enzovoorts. Dus ja, niet te veel doen. Het wijst een beetje door als je te veel zit. Wat gaan we nu doen? Nu gaan we naar concealer. Mensen, concealer. Gebruik de juiste kleur. Als je kleur, je moet... vind in je ondertoon moet juist zijn. Mijn video gaat te lang zijn als ik jullie alles moet uitleggen. Maar gebruik de juiste ondertoon voor je concealer. En het moet niet te licht zijn. Less is ook more issue. Kijk hier. Dus dit is de concealer die ik gebruik. Het is de NYX Age Studio Photogenic Studio Concealer. Ik hou van deze. Het geeft een mooie finish. Het werkt ook echt goed met wat al op je gezicht is. Wat al op mijn gezicht is. Snap je? Dus, en het is ook niet te licht. Het past ook echt goed. Kijk, ik ga hier een beetje zetten. Als je het eerst zet, zie je wel dat je concealer op hebt. Maar als je het gaat blenden, dan ga je zien van dat het echt goed blendt met alles. Is ook al bijna. Hier zit zetten. Zet ik het. Een beetje op mijn neus. Dus alle hoge plaatsen van je gezicht moet je zetten. Ja, met mijn spons. En dan ga ik daar beginnen. Met de kin. Ik ga dat in met mijn contourstick. Ik weet niet als mijn contourstick te donker is. Ik ga dit gebruiken. Dit is van Black Op in de kleur 5, number sheet. Dan ga ik dat in met een fluffy brush. Ik hou van om een fluffy brush te gebruiken voor mijn contour. Ik heb voorhoofd. Contour brengt terug wat shape in je gezicht. Wel als je zo bollybol bent als ik. Dus als je je concealer al hebt gezet en je contour, alles mooi netjes. Dan ga je dat met een setting powder. Je kan Sasha gebruiken. Sasha is echt beschikbaar voor iedereen. Maar ik vind dat Sasha mijn niet staat. Want wat is er met Sasha? Sasha heeft een andere ondertoon. Waardoor het off is. Dus... ik heb een andere kunnen vinden. Dit is Huda Beauty. In de shade Cinnamon Bun. Het past mijn ondertoon echt goed en al. Dus dat gebruik ik. Maar als je het dit niet kan vinden, kan je die Black Opal poeder ook gebruiken in medium. Die is ook echt goed. Dus wat je dan wil doen, je wil dan gewoon een beetje poeder pakken. Kijk, ik heb poeder hier zo. Beetje poeder. Excess weghalen.
blend even met mijn vinger mijn andere ogen even uit, zodat alles lijkt gewoon weer netjes kan. Glad en gaal. Dan kijk je dan naar beneden. Dan lijkt zo naar beneden. En dan ga je dan die poeder lekker je huid drukken. Een coat van poeder die ik echt indruk in mijn huid. Ja, dus dan ga ik dan door met zetten. Ik heb mijn kin al gezet. Dan ga je dan met een klein beetje, dan heb je neus. Dus niet een klein beetje, maar dus in die vorm van je neus. Dus aan de top van je neus ga je dan zetten. En dan je voorhoofd. Wat ik daarna doe, is niet met een beetje van mijn poeder en zit in op mijn wenkbrauw. Het is gewoon dus de start van dat mijn wenkbrauwen dat doen. Mijn wenk is even snel naar mensen. Ik ga like, een aparte video doen voor like, mijn wenkjes. Want dat gaat een beetje tijd lang duren. Dus ik ga even snel mijn wenkjes doen, dan kom ik dan terug. Oké, zo mensen, ik ben terug. Ik heb mijn wenkjes gedaan. En ik heb mijn eyelids ook gelijk concealer ervoor gezet. Ik zou, mensen, ik heb echt het gevoel alsof mijn front dan niet zo goed zit. Maar negeer jullie het even. Ik ga het niet zo direct regelen. Nu ga ik dan naar mijn ogen. Dus de palette die ik ga gebruiken is Makeup Revolution I Love Makeup Chocolate Rose Gold Palette. Ik ga eerst ingaan met deze kleur hier. En daarna met deze kleur erover. En dan ga ik dan mijn eyelids deze kleur doen. Dus dan weten jullie ongeveer welke kleur ik heb gebruikt. Eyeliner zetten. Ik ga een lichte wing doen hoor, niet te zwaar. Ja, gaan we mascara zetten. Dus als jij geen lashpersoon bent, kan je hier zo stoppen. Maar ik ben wel een lashpersoon, dus dan ga ik dan mijn lashes dan zetten. Dus ik kom zo terug dan met lashes. Zo mensen, ik heb mijn lashes op, maar de zon, ik weet niet wat met de zon is gebeurd, de zon is weg. Dus daar is die video misschien een beetje donkerder geworden, maar mijn excuses daarvoor. Ja, dat ga ik dan nu, ik ben ook een beetje mirror uit gegaan, zodat ik een beetje, weet je, zodat het een beetje verlichter wordt, maar het is de zon is weg. Enfin, we gaan verder. Nu ga ik die poeder wegvegen die ik had gezet voor mijn onderogen en voor mijn kin. En dan ga ik daarna anders die verdere stappen dan uitvoeren. Daarna ga ik dan met diezelfde brush, omdat ik het niet weer ga gebruiken, ga ik daarin met mijn bronzer. De bronzer is meer een donkerdere kleur om je contourplaatsen te zetten. Samenbrengen. Nu highlighter. Highlighter is iets wat mensen een beetje... Moet ik het zetten? Moet ik het niet zetten? Ik hou wel van... Oh, even laat me mijn licht aan. Wacht even. Ja. Dat kunnen we nu beter zien. Wacht, laat me deze ook gaan doen. Zomaar pinaar. Pijala. Zomaar pinaar. Dat ik jullie met mijn donkere video. Oké. Wanneer je highlighter zet, moet je ervoor zorgen dat je ondertoon ook klopt. Je moet geen grijze highlighter gaan zetten, dan ben je warm, snap je? Dus zorg ervoor dat je highlighter shade ook klopt. Ik ben meer goud, brons. Dus ik zorg dan ervoor dat mijn highlighter ook een beetje brons is. Dat kan ook soms ook een beetje too much zijn. Zie je? Het geeft je echt niet glow eventjes. Nee, dit is gewoon niet sneezy wangs hoor. Liplayer. Kijk naar liplayer. Dan ga ik dat met echt een lichte lipstick.
like, is like echt licht. Je kan een beetje hier schone tinten zetten, zie je nu? En de truc is om het like echt te blenden. En ik daarna met een beetje lipgloss. Oké, zo, ik ben terug. Dit is het resultaat van mijn look. Ik hoop dat jullie het mooi vinden met mijn haar ook erbij. Ik heb ervan genoten en ja, totdat ik jullie weer zie op mijn kanaal.